Hallo iedereen en welkom in de reading. En ik was eigenlijk eerst van plan om geen reading online te zetten. Voor tweelingen in eenheid. Maar toen ik de boodschap zag, toen ik de kaart zag, wist ik dat ik het toch mocht delen met jullie. En vandaar dat de kaarten ook liggen zodanig dat ze voor mij kloppen. Dus voor jullie liggen ze eigenlijk omgekeerd. Mijn excuses daarvoor. Maar ik ga jullie volledig meenemen in hetgeen wat dat er mij daarnet ook verteld werd en wat ik doorkreeg. En het eerste wat dat belangrijk was om te weten was eigenlijk dit. Waarbij dat ik het gevoel kreeg dat vooral de mannelijke energie in de eenheid, dus bij die tweelingvlammen, eigenlijk nog wat koppig was, nog wat stukje weerstand gehad tegen de veranderingen die aan het gebeuren zijn. Maar ook de vrouwelijke energie hoor ik. En kijk, want dat is hier ook het symbool ook weer met de mannelijke energie. En dan de twee pilaren, de lijnen, die ook verwijzen naar de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar dus ze staan nog een stukje vast. Ze houden eigenlijk nog een beetje te veel vast aan wat dat ze kennen. Want dat maakt dat het wiel van fortuin moet draaien om dan uiteindelijk succes en balans in de connectie te brengen. En wat komt er hier piepen? Succes. Dat gaat er komen. Dan gaan we uiteindelijk ook die Ten of Cups hebben. Dus volledige vervulling op elk vlak. En wat wil ik nog tonen hier aan de achterkant was de Ten of Pentacles. Dat is hetgeen waar we uiteindelijk naartoe werken. Een wereld, ik ga het anders zo laten liggen. Een wereld, een leven voornamelijk, hè, waarin dat zowel jij als vrouwelijke energie en ook de mannelijke energie in staat is om vanuit zijn eigen energieën en vanuit de verbinding met zichzelf, vanuit de union, vanuit de oneindige liefde en de mannelijke en de vrouwelijke energie, die constante heen en weer uitwisseling van energieën, om eigenlijk overvloed en welvaart en geluk en wat dan ook te manifesteren op elk vlak in hun leven. Maar we zitten hier met een aantal stukken. Wanneer 2 keer 6. 6 is altijd bij mij ook in het stuk rond geven en nemen die in balans mag zijn. En we zien dat bij tweelingvlammen die nu in eenheid al zijn. En weet, daarvoor hoef je niet fysiek samen te zijn, of fysiek als samen te wonen, of getrouwd te zijn, of wat dan ook. Het gaat over die energetische eenheid, die volledige uitleiding. Maar wat zien we hier gebeuren? De 6 van bekers en de 6 van ja, wanten, of het passionele, het vuur en hier het emotionele. En dus, deze ligt omgekeerd. Dus dan zien we dat beiden niet meer op een negatieve manier terugkijken naar wat dat zou kunnen zijn. Waarom niet? Logisch, want ze zijn een eenheid. Die balans, ze zitten op dezelfde energie en ze voelen elkaar voortdurend op dezelfde manier. Maar wat is er ook hier? Die Six of Wands. En dat vertegenwoordigt eigenlijk individueel succes. Een soort van overwinning. Waar dat ze naartoe gewerkt hebben. En de overwinning waar dat hier sprake is, maar die dat eigenlijk nog niet voelbaar is in dat emotionele, dat gaat over die union. En over die union, maar op elk vlak. Dus om het ook in dat fysieke te trekken. En daarom hebben we hier ook die Queen of Pentacles die omgekeerd ligt. En dus dat is geen herinnering dat ik je zei van, ik voel heel hard dat de mannelijke energie nog een stukje weerstand heeft en een stukje nog vasthoudt aan oude dingen. En dus eigenlijk nog, ook al zijn ze in 5D en in energie al in eenheid en is er al wat meer balans en wat iets meer consistente communicatie en whatever, dan nog is de union, de eenheid, niet volledig gemanifesteerd in het fysieke om uiteindelijk tot die Ten of Pentacles, dus tot die geluk en succes op elk vlak te kunnen komen. En dat is omdat, kijk, ook hier zie je het ook weer, dat is een mannenfiguur, ik ga het wat dichter tonen. Zie, dat is die mannenfiguur. Die mannenfiguur is eigenlijk bezorgd om al de dingen dat hij achter zou laten. En ziet niet wat dat die union en die connectie met zijn vrouwelijke energie en die union in het fysieke, hij ziet niet wat dat hem dat gaat brengen. Hij ziet nog niet dat dat ook voor hemzelf
heel veel zelfstandigheid en onafhankelijkheid gaat gaan creëren. Want eenheden, connecties die in het fysieke komen tussen tweelingvlammen, die gebeuren altijd vanuit eenheid en individualiteit. Dus die eenheid is er altijd, maar tegelijkertijd hebben elke vlam in de connectie hun eigen individualiteit. En dat is hetgeen dat de mannelijke energie op dit moment eigenlijk nog onvoldoende in vertrouwt. Dat hij zelf niet die Queen of Pentacles kan zijn, zoals in Divine Feminine. Dat hij afhankelijk gaat worden van haar. En hij wil dat niet. Dus dat houdt hem een stukje tegen om volledig ook in die fysieke energie of in die fysieke, want het is de taak van de mannelijke energie om ook de connectie in het fysieke volledig te brengen. En dat maakt zelfs niet uit of dat jullie al fysiek contact hadden of intimiteit hadden of wat dan ook. Het gaat echt volledig over het volledige belichamen van die eenheid en die hogere energieën en van daaruit ook dat in elk van ons, dus zowel in de vrouwelijke als in de mannelijke energie, om dat van daaruit vorm te geven en vanuit daar een harmonieuze relatie en connectie vorm te geven in het fysieke, in het dagelijkse leven. En daar vertrouwt hij nog niet op. Hij is een stuk nog bang, hij is eigenlijk nog angstig aan het helen over het loslaten van de dingen dat hij kent. Omdat hij denkt dat hij gaat afhankelijk worden. Dus de mannelijke energieën op dit moment, zeker in connecties die al in eenheid zijn, die zijn nog veel dieper de angst om afhankelijk te worden. En dus eigenlijk rond de bindingsangst ook, zijn die nog veel meer aan het healen. Maar het goede nieuws is dat het geen actie ondernemen hen veel meer energie gaat kosten en veel meer gaat uitputten dan dat ze uiteindelijk gewoon de actie gaan ondernemen en voorbij die angst gaan stappen. En dat is hetgeen waar ze de mannelijke energie nog niet genoeg voldoende grijpt en begrijpt, is dat ze eigenlijk al het werk al gedaan hebben. Ze hebben alle angsten al losgelaten. Maar ze zien het nog niet, want ze zijn nog veel te veel hier op die verloren, zogezegd, de verloren zaken gefocust, waardoor dat ze natuurlijk geen stappen zetten. We gaan daar anders het laagje aan toevoegen. Wat dat eigenlijk wel een hele mooie boodschap is, en voor tweelingvlammen die in eenheid zijn, maar bijvoorbeeld nog niet fysiek samen zijn, is dat wel een hele mooie uitleg en mooie aha van waarom dat bepaalde dingen nog niet gebeurd zijn. Wat zien we hier? Sacred reverence and spirit of gratitude. Ja. Voor de vrouwelijke energie is het belangrijk om gefocust te blijven op dankbaarheid, om gefocust te blijven op die eenheid die er al is, op de onvoorwaardelijke liefde dat je al voelt tussen jou en je tweelingvlam. Want dat gaat jou die union, die 11-11 brengen. Dat gaat jou die eenheid, die connectie, die jouw tweelingvlam echt in het fysieke opbrengen. Op de manier dat voor jullie voorbestemd is, op de manier zoals dat jullie als ziel hebben afgesproken en uiteindelijk ook die Ten of Pentacles gaat brengen. Maar het is belangrijk dus dat je blijft vasthouden en het blijft op een natuurlijke manier laten ontwikkelen, want dat is de sleutel naar jullie hele relatie. Dat is de sleutel van waarom dat je nu staat waar je nu staat. En dus blijf altijd vanuit liefde en licht naar je tweelingvlam stappen. Begrijp dat hij op dit moment nog niet staat waar jij al staat. En begrijp dat hij nou inderdaad misschien nog een week, 2 weken, 2 maanden, langer gaat niet zijn, maar nodig heeft om tot het inzicht te komen dat hij zijn onafhankelijkheid niet verliest door in een fysieke union en fysieke commitment of zelfs huwelijk of wat dan ook te stappen met jou als Divine Feminine. Ik was aan het luisteren welke kaarten dat ik nog mocht bijleggen als extra advies en hulp en ondersteuning. Maar ik vind dat we eigenlijk hier al heel veel antwoorden hebben gekregen. Oh, kijk, weer opnieuw gratitude met aartsengel Zadkiel, friendship met aartsengel Uriel en balance met aartsengel Gabriel. Als dat geen mooie boodschap is. Dus schouwbalans, je ziet ook hier. Ik weet niet of het twee mannen of twee meisjes of twee jongens zijn, maar het gaat weer dat kinderlijke, dat onschuld. Zie hoe gekwetst dat jouw tweelingvlam ook is en hoe dat je, zowel jij als hij,
nog steeds verder aan het evolueren zijn en nog steeds meer en meer aan het leren zijn. Dus wees dankbaar voor de lessen die jullie elkaar geleerd hebben. Wees dankbaar voor de pijn. En weet en focus op wat dat het jullie nog meer gaat brengen. Focus op de mooie herinneringen die jullie gaan maken, zodanig dat die plaats maken en dat die in je geheugen blijven. En dan niet hetgene waar je aangekeken hebt rond wonden en rond gekwetstheden en rond wat heeft de ander wel of niet al gedaan. Laat dat los. Laat dat los. Het staat jou niet. Dus focus op die heilige connectie, want zoiets krachtig ga je nooit meer en met niemand anders ervaren. Dus waarom zou je dan nu al bijvoorbeeld opgeven omdat het nog niet in de fysiek is? Geef je mannelijke energie de tijd en de ruimte. Hoe lastig dat ook is, hoe moeilijk dat ook is, omdat je weet wat er op je pad ligt, omdat je weet wat er voor je weggelegd is. Maar forceer het niet, maar laat het natuurlijk groeien. Want dan ga je die mooie vruchten kunnen plukken. Dan ga je die eeuwige connectie, die eeuwige verbinding, waarin dat je gewoon jezelf kan zijn en niet constant hoeft uit te leggen aan de anderen. En daar gaat ook dan je mannelijke energie in staat zijn om ook die balans naar jou toe te geven. Dan gaat hij in staat zijn om te zijn wie dat hij moet zijn voor jou als vrouwelijke energie. Om naast jou te staan als een geheelde, krachtige mannelijke energie. Dan gaat hij jou aanvullen, dan gaat hij jou versterken, dan... Ja, ik word er emotioneel van als ik gewoon aan denk, maar hoe krachtig dat dergelijke connectie is en dat ik elke dag ook weer mag ervaren. Ondanks de obstakels en de lessen dat wij zelf ook nog elke dag leren. Dus ik hoop dat op deze manier dat ik jou wat, ik heb trouwens net 11:33 gezien, dus voor degenen die daar mee bezig zijn, een teken om op te zoeken. Maar ik hoop dat ik jou op die manier ook weer een aantal inzichten mag geven hoe dat is of hoe, wat dat er lessen nog zijn eens dat je in eenheid bent. En dat je ook dan zeker die moeite mag opgeven. Hoe lang dat al duurt, hoe lang dat jullie in connectie zijn, het is super belangrijk. Zo, als je wilt een individuele reading, dan kan je dat reserveren via de website natuurlijk. Wil je met mij één op één samenwerken, dan kan ook via de website gereserveerd of mij contacteren om daar meer informatie over te weten. Ben je lichtwerker en wil je echt. Ben je klaar om in je spirituele missie te stappen? Dan heb ik nog een aantal plaatjes voor het jaartraject, de spirituele ondernemer onthuld. En wat moest ik dan nog zeggen? Oh ja, als je wilt leren werken met de vlammen, zoals ik hier altijd in de reading probeer als stukjes in mee te geven, dan is traject zelfrealisatie echt iets voor jou, waarin je eigenlijk gedurende 9 weken leert werken met de vlammen. En van daaruit dan eigenlijk een basis hebt om weer verder te stappen. Zo, dat was het in deze reading voor vandaag. En dan zie ik jou misschien in de volgende morgen of overmorgen. Ik zie wel waartoe ik geleid word. Daag!